Ja, iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik in een kasteel woon. En ja, ik heb er zelf niet om gevraagd, maar jullie stonden erop. Dus wie ben ik dan om daar geen gehoor aan te geven? Maar goed, jullie lopen al jaren om te zeggen van ja, Finn, we hebben nou wel de buitenkant van het kasteel gezien, maar we willen zo graag de binnenkant ook even zien. En dan denk ik bij mezelf van ja, hoezo dan? Maar aan de andere kant denk ik, nou, loop daar maar even mee. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik zou zeggen, loop maar even mee. Nou, hier is dan mijn loopbrug en mijn ingang. En ik zie jullie denken, gaan we dan nu eindelijk naar binnen? Nee, hier gaan we niet naar binnen. Dit is mijn privé ingang en die hou ik graag privé. Dus gaan we via een andere ingang naar binnen, maar dan moet je even stil. Ja, dit is wat normaal mijn slotgracht is. Maar die klimaatonzin heeft hier ook toegeslagen. Je kan zien, er is enorme droogte. En, ja, dus ik ga de entreeprijs zeker met 17 maal verdubbelen. Zodat ook ik in mijn kasteeltje kan blijven wonen. Ik zou jullie een klein tipje van de sluier oplichten. Dit is het koetshuis. Zie je dat? Daar zet ik al mijn koetsen neer. Hier kun je even kijken. Ja, dat doet het dus niet. Nou, en dit is dan de ingang voor het plebs. Dus hier begint jullie rondleiding. Ik zal het hek even voor jullie open doen. Kom maar even met me mee. Nou, kom maar. Gaan we lekker mijn kasteel in. Nou goed, jullie mogen even mee naar binnen. Maar we gaan het niet te lang maken. Ik hou van mijn privacy. Dit is de eetzaal voor als ik gasten heb. Dan ga ik hier lekker ontbijten. En vandaag ontbijten met een of andere nepcake. Mijn hobbykamer. Ik heb hier wat dode dieren. Die heb ik kapot geschoten. En dan zet ik ze in mijn kamer neer. Pelikaan. Hallo. Ja, dan komen we in mijn... Ik heb hier een put. Geheime put. Hier. Een fazantje en een haasje, een stukje vlees en een worstie. Wat aardappels en allerlei appels en groenten. En daar maak ik dan jam van. Jams. Ik maak jams. Dat is wat ik doe. Ja, ik ben echt een hele rare snuiter. Dus. Dan kunnen we hier naar boven. Willen jullie even mee naar boven? Ja. Dit is mijn vergaderzaal. Met uitzicht. Hier bereid ik met mijn kornuiten de meest snode plannen voor. Ja, dood beest. Ik heb echt kankerveel schilderijen. Dit zijn allemaal schilderijen van mijn voorvaderen. Mijn ancestors. Dan komen we in de ridderzaal. Er staan ridders, die houden de wacht over mij. Weer een paar dode dieren. Ik hou van dieren afslachten en dan ze in mijn kasteel zetten. Een nadenkvertrek. Bij de open haard met mijn voetjes op tafel. En dan kijk ik naar alle schilderijen die ik door de eeuwen heen heb verzameld. Maar even kijken. Als ik denk bij mezelf van goh. Ik heb zin om in een roze kamer te gaan zitten. Want ik schrik me altijd tyfus als ik hier naar binnen kom. Dan denk ik, oh, er ligt een leeuw. Dat is een dode leeuw. En ik heb daar een mooie schilderij om. Dan even over na te denken van, goh, dat is een vent die zit vastgebonden aan een tak met allerlei pijlen in zijn flikker. Oh, je ziet het niet. Daar. Wat heb ik het toch goed? Hier hou ik kleine soirées. Hier met echt tering veel dode dieren. En allemaal nertsen hier. Een beest dat ik heb afgeknald tijdens een van mijn zeevaarten. En hier weer een kast vol met vogels die ik heb afgeschoten. Ja, daar geniet ik toch wel van. En vogeltjes die gewoon uit de boom vallen, die pak ik dan op. Hier laat ik dan aan mijn vrienden al mijn dode dieren zien. Ik heb hier nog een bovenvertrekje. Hier is het gastenverblijf. Zie je? Hier kunnen jullie dan slapen als jullie dan denken van goh, even bij Vincent op bezoek. Naar mijn eigen slaapkamer. En dat is dan hier. Hier slaap ik dan. Met uitzicht op buiten. Ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Bibliotheek. Hier lees ik wel eens een boekje voor de zoveelste open haard natuurlijk. Naast dat ik dode dieren verzamel,
en schilderijen. Ik verzamel ook open haarden. Daar sta ik ook wel bekend om. De vorst met de meeste open haarden. Nou, en dan lopen we zo naar buiten. Nou, hebben jullie ook mijn kasteel eens mogen bewonderen? En dan hoop ik dat jullie nou toch wel eens op gaan houden met zeiken. Want ik ben er behoorlijk klaar mee. Helemaal klaar.